Sportjaar 2014. De nominaties van de sportverkiezingen zijn er. Maar motorsport leeft heel breed in onze gemeente. Want we hebben natuurlijk Thomas van Leeuwen. In 2013 nog sportman. Thomas, hoe kijk jij terug op 2014 en wat waren jouw sportieve hoogtepunten? Ja, de TT, dat was het hoogtepunt voor mij afgelopen jaar. Twee tweede plaatsen dit jaar? Ja, nee, dat klopt. Ik had ze eigenlijk moeten winnen. Ik ben zelf een keer gevallen toen ik heel ver op kop lag. Ben ik alsnog tweede geworden. En een keer uitgevallen met motorpech. Maar ja, kleinigheidje zou je. Ja, kijken we naar 2015. Waar ligt de doelstelling voor deze jonge coureur uit Wezep? Mijn doelstelling ligt volgend jaar weer bij het Spaans kampioenschap. Dat wordt volgend jaar het junior WK. Omdat het niveau daar zo verschrikkelijk hoog is. En dat is gewoon de plek waar je moet wezen. Oké, we wensen je heel veel succes en we hopen jou op ons gemeentelijk sportpodium weer terug te zien, Thomas. Dank je. Niels Fijn, ook actief in de 1000cc Superbike. Niels, hoe is het om op dit niveau weer te racen? Ja, een mooi seizoen. Mooie wedstrijden. Ja, kijken we naar de wedstrijden prestatiegericht. Tevreden? Ja, heel tevreden. Ja. Wat zijn de klasseringen die jij gerealiseerd hebt? Nou, wij wouden in het begin van het seizoen bij de eerste 10 zitten, of 15 zelfs. Maar nee, dat was op laatst toch bij de eerste 5. Ja, dat is super natuurlijk. Ja, en je teammaat, Arjan, heeft het helemaal goed gedaan. Ja, beter kon niet. Ja, nummer 1 toch? Ja, betekent voor 2015, als jij al top 5 rijdt, ga jij ook nog opschuiven? Ja, ik hoop het wel. Kijk je naar de techniek van Arjan? Ja, ook. Maar... Jullie zijn een team. Motorsport is een individuele sport. Als het erop aankomt, ga je hem straks het achterwiel laten zien? Ik hoop het wel. Dus hij mag dit jaar genieten van de nominatie bij de sportverkiezingen. Volgend jaar gaan we Niels zien. Ja, ik laat me van mijn beste kant zien. En, okay. Niels, bedankt en heel veel succes. Ja, we staan bij Etienne en Max. Etienne, vorig jaar, afgelopen seizoen moeten we zeggen, tweede geworden. Tevreden? Op zich wel tevreden, ja. Maar we zijn nu voor het derde jaar op rij zijn we tweede. En dat valt er wel tegen, dus volgend jaar gaan we voor de titel. Ja, dat is het gewoon wereldkampioen worden. Ja, dat is eigenlijk onze enige doelstelling voor volgend jaar, ja, wereldkampioen worden. Ja, jullie hebben een nieuwe zijspan. Dat ziet allemaal florissant uit. Ja, we hebben twee nieuwe zijspannen zelfs. En we zijn alles druk aan het opbouwen nu. Alles aan het klaarmaken voor eigenlijk in januari weer naar Spanje te kunnen gaan trainen. En alles weer voldoende klaar te krijgen voor het seizoen start, zeg maar. Ja, goed. We zien jou graag in Oldebroek met de Pinkster, hè? Ja, zeker. Want daar heb ik al veel zin in, want het is een circuit waar het toch wel perfect is voor een zijspan Grand Prix. En waar de organisatie ook heel hard werkt om alles voor elkaar te krijgen en heel netjes aankleed. Dus daar kijk ik met hoge ogen naar uit. Ja, uit Oldebroek afkomstig, Paul Blij. Paul, jij bent de monteur. Hoeveel jaar ben je inmiddels bij het team? Ik denk zo'n 4 jaar nu en volgend seizoen wordt mijn 5e jaar denk ik bij Etienne. Kun je dat opbrengen vanuit Oldebroek steeds naar Brabant? Ja, hoe kun je dat opbrengen? Ja, ik heb mijn werk in Bussum en dan rijd ik s'avonds vanuit Bussum naar Bergijk toe. Dan sluit ik daar s'avonds en dan slaap ik dan en dan de volgende dag rijd ik weer terug naar mijn werk en zo combineer ik dat een beetje. Ja, dus wat dat betreft, de juiste sleutel weet jij wel weer te vinden in 2015. Zeker weten, komt helemaal goed. We worden wereldkampioen? Daar gaan we wel voor, ja. Dat is wel de doelstelling. Ja, het moet nu toch een keer lukken, na 3 keer 2e, hè. Heel goed. Dankjewel Paul en geniet van de dag nog, hè. Graag gedaan, jongen. Op deze speciale sportdag mag natuurlijk vanuit de motocross niet ontbreken. Iemand die 2014 met een kroonjaar kan bijschrijven. Jori van den Ende. Want Jori, voor jou was het een superjaar. Ja, zeker. Dit jaar Nederlands kampioen geworden in de 85cc, grote wielen. Ja, en dat mooi. Is mooi. Super prestatie. Einde jaar ben je wel geblesseerd tevoorschijn gekomen. Vanuit de cross of een blessure op een andere wijze opgelopen? Ja, met de cross, de overstap gemaakt met de 125 en het was wachten op de KTM en dus mochten we een Suzuki lenen om alvast aan de zwaarte en zo te wennen. Ja, en we hebben niet geld uitgegeven aan de vering om dat op mij af te laten stellen. Dus eigenlijk is het daardoor gekomen. Hij is van achter weggeslagen en de motor is mij nagekomen en is op mij gekomen, helaas. Ja, maar je bent weer aan het herstellen, maar we kunnen ook meteen melden dat we jou volgend jaar in de 125cc gaan zien debuteren. Ja, ja. Nou, dat moet je vertrouwen geven met deze mooie Nederlandse titel. Bedankt Jori dat jij vandaag hier ook was en heel veel succes in 2015. Ja, dank u wel.
We hebben natuurlijk de snelle mannen op de weg, maar we hebben ook de snelle mannen natuurlijk die door het zand gaan. En een van die jonge motocrossers heb ik hier bij me, Robert Fobbe. Robert, ja, 2014 was een goed jaar voor jou, of niet? Ja, het begon in het begin van het seizoen wat moeizaam, maar aan het einde van het seizoen toch goed opgepakt en een mooie eindstand gehad. Ja, waar kreeg jij de ommekeer te pakken? Wat heb je veranderd om toch tot het goede resultaat te komen? Ik had een eerste reden op een andere motor, maar ik had toen een zo'n motor geprobeerd. En ik vond het reed makkelijk, het vermogen was fijn, dus toen ben ik overgestapt. En dat is goed gegaan, dan heb ik een mooi seizoen kunnen rijden op een andere motor. Ja, een mooie negende plaats in de eindstand 2014 van het Open Nederlands Kampioenschap. 2015, Robert, heb jij al plannen gemaakt? Ja, ik wil proberen in maart goed fit aan de start te staan en hopelijk blessurevrij. En dan een mooi seizoen te kunnen rijden en proberen weer in de top 10 te komen. Oké, Robert, we gaan het volgen en wensen jou heel veel succes. Dankjewel. Vandaag een sportieve terugblik bij de ATB-vereniging tijdens deze Dakar Uitswipe Party. En er zijn natuurlijk heel veel sportmensen aanwezig. En natuurlijk mag de sport die hier bedreven worden niet ontbreken. Want we hebben hier natuurlijk de Nederlands kampioen, Esra van de Kruisweg. Ja, Esra, 2014 was voor jou een topjaar. Ja, het was een heel goed jaar. Ja, Nederlands kampioen. Wat is de doelstelling voor 2015? Nog een keer Nederlands kampioen worden. Ja, en kijken we naar de competitie hier bij de vereniging. Wat wil je daar behalen? Ja, gewoon eerst worden. Ja. Nou, succes in ieder geval. Bedankt. Daarnaast natuurlijk de man in spe die leidt in de competitie. Ja, Raymond, terugkijken op 2014. Wat waren jouw sportieve hoogtepunten? Mijn sportieve hoogtepunten was mijn eerste podiumplek bij de belofte in Duitsland. Dan werd ik derde en de Nederlandse titel met de teamrelay die ik samen met mijn broertje heb gehaald, Dennis. En dan nog twee andere ploegmaten. De negende plaats op het NK motorbiken bij de belofte. Dat was gewoon het hoogst haalbare voor mij. Ja, op dit moment leid je ook in de competitie hier bij de ATB-verenigingen. Wat zijn nog meer doelstellingen voor 2015? Eerst deze competitie winnend af zien te sluiten. En vanavond wil ik voor de winst gaan om de clubtitel weer terug in handen te kunnen krijgen. En in 2015 ga ik van de belofte terug naar de amateurs. Omdat ik gewoon puur met het werk het sport even niet meer kan combineren. Dat ik eerst het ritme terug wil krijgen met het fietsen. Dus ik ga naar de amateurs en daar is gewoon de doelstelling top 3 NK. Oké, we gaan het allemaal volgen en we gaan het beleven. Heel veel succes ook. Tom van Riessen, 2014. Wat was jouw succes in 2014? Dat ik van heel Nederland in het algemeen klassement derde was, uiteindelijk was geworden. Ja, dat is wel een fantastische prestatie natuurlijk. Ook binnen de competitie hier in de ATB-vereniging was jij ook succesvol. Ja, vooral de eerste wedstrijd, want toen reed ik meteen vanaf het begin weg. Maar toen kreeg ik de volgende wedstrijd alweer een stuk lastiger. En dat, ja, toen ging het ook wat minder. Okay, 2015, Tom, wat ga jij rijden en wat heb jij op je verlanglijst staan? Nou, mijn vader heeft op zijn verlanglijstje staan dat ik op de weg ga rijden. En dat zit ik nog een beetje te twijfelen of ik dat ga doen. Maar sowieso weer eerstjaars nieuwelingen nu. Dat lijkt me wel heel leuk. En dan, ik rijd nu een paar wedstrijden heb ik op de veldrit gereden. Zijn we gewoon echt wedstrijden. Nou, dat vind ik ook wel heel leuk om te doen. Echt. Ja, de familie van Riessen is natuurlijk al heel lang verbonden met de wielersport. Ja, je ooms, je vader, allemaal actief geweest. Wanneer komt er invulling eventueel dat het weg gaat worden? Of moet je daar nog over nadenken? Ja, daar moet ik wel even over nadenken. Want ik vind weg zelf gewoon heel saai. Meestal als ik ook val, dan val ik op de weg. Dus daar heb ik niet goede herinneringen aan. In ieder geval een hele mooie prestaties al in 2014. En ook wensen we jou natuurlijk in 2015 heel veel succes. En dat geldt natuurlijk voor alle drie die hier vandaag bij deze bijzondere dag aanwezig zijn.